Geen competitie in het paasweekend, dus oefende NEC tegen Heerenveen. Een wedstrijd die eindigde in een terechte 1-1 met een doelpunt van Wilfred Boni. Maar toch ging het over een andere speler. Een speler die deze week bekend maakte dat hij na dit seizoen stopt met voetballen. Rens van Eijden. Hoe moeilijk was deze beslissing? Niet heel moeilijk. Uiteindelijk denk ik ergens anders meer voldoening uit te halen dan uit voetballen. En dan moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken. Uiteindelijk bestaat het leven uit keuzes maken. En ik denk dat dit voor mij de beste keuze is. Nou, meer voldoening uithalen dan voetballen. Nou, je bent echt een voetbaldier. Dus wat is er dan gebeurd in die tijd dat je met die revalidatie bezig was? Eigenlijk niet zoveel. Want ik heb juist die periode gebruikt om optimaal aan mijn fysiek te kunnen werken. Maar aan de andere kant ook mentaal rust van voetbal. In die zin dat je gewoon weekenden vrij bent. Geen wedstrijddruk hebt of wedstrijdspanning of iets dergelijks. Dus ik had juist het idee dat ik daardoor wel mijn carrière met een aantal jaar had kunnen verlengen. Uiteindelijk, toen ik terugkwam bij het team, had ik niet het gevoel dat dit is wat ik uiteindelijk volgend jaar 30 fietswedstrijden kan opbrengen. Ook ergens fysiek. Maar zoals vandaag was er weinig van te zien, denk ik. Rens van Eijden startte in de oefenwedstrijd tegen Heerenveen in de basis en speelde ruim 70 minuten. Trainer Rogier Meijer zag een goed spelende Rens van Eijden. Ja, je zou niet zeggen dat hij zou stoppen wat dat betreft. Hij was scherp en fit. Mooi om te zien hè, dat als je die beslissing al genomen hebt, dan toch dit kan leveren. Nou, dat laat wel zien dat je een echte aanvoerder bent, denk ik. Was hij dan ook verbaasd dat Rens de keuze had gemaakt om te stoppen? Hij kwam het bekendmaken bij ons in de trainingskamer. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel erg verbaasd was. Ik had vorige week al wel een beetje het gevoel dat hij met dat speelde, zeg maar. En uiteindelijk denk ik een knappe beslissing van hemzelf, hè, om zelf de touwtje in handen te houden. En niets meer dan respect voor hem. Ja, dan hoorde ik dat je bekendmaakte in de kleedkamer met iedereen erbij. Klopt. Ja, en heel moeilijk Engels. Want ik had aardig uit mijn woorden komen, alleen zeker als je vragen stelt. Maar speech in het Engels voor een groep met natuurlijk een beetje emotie was niet mijn beste kant. En dan nog het moment waarop Rens van Eijden bekend maakte. Met nog een aantal wedstrijden voor de boeg. Waarom nu al? Het heeft mij best wel veel energie gekost om met het idee rond te lopen zonder eerlijk te zijn. Ik krijg natuurlijk veel vragen. Hoe zit het met je contract? Hoe zit het met je knie? Ga je nog spelen? Wat doe je volgend jaar? Ja, om daar elke keer een half verhaal over te maken vond ik energieslopend. Wil ik niet zeggen, maar het was wel vermoeiend. En daarna al iets, heb je een idee? Want je hebt natuurlijk ook kunnen revalideren om daar misschien een beetje over na te kunnen denken. Nee, ik heb daar zeker een idee over. Alleen ik wil wel overwogen uiteindelijk die keuze maken. Dus ik wil ook de komende periode even gebruik maken om te kijken wat op mijn pad komt. En aan de andere kant ook te oriënteren welke richting ik precies op wil. Zodat ik uiteindelijk richting het einde van het seizoen mijn plan kom om uiteindelijk die positie te gaan bekleden die ik graag zou willen. Ja, en zou dat een positie kunnen zijn in Nijmegen bij NEC? Zeker. Daar wordt al over gesproken met je? Nou, we hebben toen ik het kenbaar maakte aan de club en dan aan meerdere mensen die hebben aangegeven daar graag over te willen sparren. De lijnen zijn kort en die zijn ook goed. Dus de kans dat Rens van Eijden in ieder geval volgend seizoen nog ergens in de Goffert te zien is, die is wel aanwezig? Die is aanwezig.